Nieuwe film. Ja, ik sta te trappelen om weer een nieuwe film te maken. Alleen helaas leven we in nogal een klein land. En ja, worden er gewoon niet echt op dit moment veel films geschreven. Dus, maar ja, ik hoor het wel zodra ze denken dat ik geschikt ben voor een rol. Nou, heb je contact zeg maar met regisseurs of producers? Ja, ik ken wel wat regisseurs, maar het is niet dat ik dagelijks contact met ze heb. Wel heb ik gewoon af en toe nog contact met Martin Koolhoven. En dat is ook degene die de regisseur was van Een Beetje Verliefd. En zeg maar, ik zou me kunnen voorstellen dat iemand op een gegeven moment ook specifiek voor jou aan het schrijven is. Maar dat is dus niet het geval. Nee, ik zit er wel aan te denken om in de toekomst samen met een regisseur een film te schrijven. En misschien eentje die min of meer gebaseerd is op mijn leven. Maar dat hoeft ook niet per se. Maar dat is ook nog wel een van mijn dromen. En ben je daar al concreet mee bezig? Of is dat echt nee, nog niet concreet mee bezig. Nee. Daarvoor ben ik nu wel te druk met andere dingen. En ik wil ook weer niet te veel dingen op mijn pad nemen. Okay. Heb jij die plaat van Radiohead gedownload of niet? Radiohead? Ja? Nee. We hebben die had ook een plaat gratis weggegeven. Oké. Okay. Of download. Maar dat doe je ook zeg maar. Dat doe jij met Zakenman 2. Waarom heb je dat gedaan? Nou kijk. Ik wil eigenlijk gewoon een dubbel album maken. Dus een dubbel album is voor mij gewoon, als je nu Zakenman 1 koopt, dan heb je dus zeg maar, je klapt hem open en dan heb je hier een cd, originele cd, en hier eigenlijk een leeg plekje waar je een cd in kan droppen. Alleen de platenmaatschappij kwam wel met een goede suggestie en daar kon ik me wel op aanpassen. Ze zeiden van, moet je eens luisteren. Je bent naar mijn pad een anderhalf jaar niet met de album gekomen. En om dan mensen gelijk een overdosis yesa te geven van 24 tracks is misschien gewoon te veel. Toen zei ik, ja, maar ik wil toch wat meer dan 14 tracks uitbrengen. Nou, toen kwamen we dus op het idee om wel een dubbel album te maken. Maar dan moet je naar die recordshop gaan en dan koop je Zakenman 1 en krijg je een bon. En op die bon staat zeg maar een code waarmee je Zakenman 2 gratis kan downloaden op de site van Free Recordshop. En dat is nu net begonnen, denk ik. Sinds dit jaar toch, die download? Ja, het album is nu net een maandje uit. En hij wordt alles een gek beluisterd, dat is niet normaal. Een van de grootste hits op dit moment is toch wel een nummer Uit Elkaar. En als het goed is, gaan we daar ook wel een clipje van schieten. Okay, dus wanneer denk je wanneer die clip uitgekomen? Ik denk dat we over 2 weken een clipje gaan schieten. En daarna komt er een gigantische hit aan. Daar kan ik Nederland alleen maar voor waarschuwen. Oké, laten we een heel even Uit Elkaar pakken en ook die hit. Waarover gaat Uit Elkaar? Uit Elkaar gaat over een relatie die stuk gaat. Zelf ook meegemaakt. Maar ik denk, ja, ook wel. Dat maakt iedereen wel een keertje in zijn leven mee. En ik denk dat het juist op dit moment echt een hit is. Omdat ja, gewoon iedereen wel een keer dit in zijn leven heeft meegemaakt. En het is gewoon kut als er een relatie stuk gaat. Maar soms kan het ook alleen maar in je voordeel werken. Ja, maar wanneer, ik bedoel, is het een autobiografisch nummer? Jawel, maar niet. Kijk, dat wel, maar heel veel mensen kunnen zich ook wel plaatsen in het nummer. Ik denk bijna iedereen die het nummer luistert, kan zich plaatsen in het nummer. En weet diegene dat het nummer over haar gaat? Oh, daar hou ik me niet zozeer mee bezig. Ik heb hem voor mezelf gemaakt. Nee, oké, maar zo kun ik niet. Hoe lang heb je die relatie gehad? Nou, daar ga ik ook gewoon niet te diep op in. Het was wel best wel gewoon een lange relatie, maar. Ja, kijk, ik heb het nummer vooral gemaakt omdat ik weet dat mijn fans en iedereen die het nummer luistert zich in het nummer kan plaatsen. En het is niet zo speciaal voor diegene gemaakt of zo. Nee, absoluut nee, niet. Het is voor jezelf gemaakt naar aanleiding van die ervaring, zeg maar. Ja, ik bedoel, maar dat is oké. Okay. En dan die grote hit? Ja, dat is, ja, weet je, de laatste tijd beuken die house nummers met rap, die werken gewoon als een gek. En die van mij is er toch wel zo eentje, maar net wat anders. Ik kan je alleen maar zeggen dat het Yeser en Reverse is. En Yeser is een van de hotste rappers op dit moment. En Reverse is misschien wel de hotste producer op dit moment in Nederland. En die samenwerking is gewoon gekke werk. En Susie B en Daryl, die hebben ook hun bijdrage op die track. Ik ben er zelf helemaal weg van. Kan niet wachten tot die clip gaat schieten. En hoe heet het nummer? Dat mag ik eigenlijk niet meer zeggen. Weet je, anders... heb ik te veel geheimen, dat is ook niet leuk voor deze interview. Ja. Nummer 1, kom mee naar huis. Oké, okay, en wanneer gaat het uitkomen? Ik denk over anderhalf maandje zo. Okay, midden februari zo. En waarover gaat het? Over uit je dak gaan in de discotheek. En als je dat niet doet, dan moet je oprotten. Want in de discotheek waar wij het over hebben, moet iedereen losgaan. En welke waar ga je mensen naartoe?
naar onze discotheek die nog geen naam heeft. Oké, okay, nee, zou ik zo kunnen zijn. Maar geen vaste discotheek. Nee, nee, is geen vaste discotheek. Oké. Okay. En hoe is, zeg maar, hoe is die samenwerking ontstaan? Ik belde Rivers op. Ik zei, ja, ik heb het vaker gezegd, maar ik kom nu echt een hit maken. Dus zorg dat je iets hebt waarvan je zelf zo erg staat te springen dat je niet eens meer op play kan drukken. En dat was ook het geval. De beat is op zich al een hit. Ja, en toen kwam ik ook nog eens met een verschrikkelijke verse en refrein. En naar mijn mening is het een hit. En waar gaat de clip over? Oh nee, dat is helemaal nog niet duidelijk. Nee, er is nog geen script, oh, okay. Er is niks. Nee. Helemaal niks nog, oké. Okay.